Renault Antwerpen. De auto's van stad. Vanaf 1 mei wordt er in coffeeshops over de grens alleen nog drugs verkocht aan mensen die in Nederland zelf wonen. Buitenlanders kunnen er dan niet meer terecht. Grensgemeenten als Kalmthout en Capelle zetten zich nu schrap voor mogelijke neveneffecten, zoals de verplaatsing van illegale verkoop naar België, meer drugscouriers of productie in ons land. Het is toch een specifiek grensprobleem en heel wat Vlaamse gemeenten zijn gesitueerd vlakbij die coffeeshops. En dus is er misschien wel te verwachten dat dat wat overlast gaat bezorgen. Om die overlast te beperken wil minister van Binnenlandse Zaken Joël Milquet extra politiemensen naar de grensstreek sturen. Kalmthout zegt blij te zijn met de maatregel. In buurgemeente Capelle twijfelen ze aan het nut ervan. Er zijn andere prioriteiten, zo klinkt het. Wat vandaag geen probleem is, laat ons er ook geen probleem van maken. Wij concentreren ons vooral op het bestrijden van inbraken. Bovendien hebben zowel Kalmthout als Capelle het drugstoerisme op dit moment zelf goed onder controle. Het is zo dat wij al jaren deelnemen aan internationale acties tegen drugstoerisme. We hebben onze eigen lokale acties, de zone Capelle-Stabroek ligt op de grens en is dus een belangrijke zone. En daar stellen we vast dat onze acties heel veel succes hebben gehad en dat het drugstoerisme is opgedroogd. Als het drugstoerisme toch weer zou pieken, zullen beide gemeenten de extra politiediensten wel met open armen ontvangen. Maar voorlopig wordt dus nog de kat uit de boom gekeken.